Maar ik ga je wel echt outfits geven die ik zou dragen, hè? Kijk, dit is niet... Kan dit? Kan wel. Ja, oké, okay, doe dit gewoon. Nu ga ik. Oh, dan moet jij. Oh, maar ik vind het wel heel spannend. Ik moet hier ook een keuze uit gaan maken. Hoe de fuck ga ik dat ooit doen? Ah, dit is geweldig! 3, 2, 1. 1, 2, 3. Fuck it. En vandaag ga ik in de kast van... Ik kwam dus even binnen en ik dacht eigenlijk dat jij veel kleiner was. Want ik moet dus in Marije haar kleding straks. Tenminste, ik ga 3 outfits voor Marije uit haar eigen kast uitkiezen. 1 beetje feest outfit, 1 normale outfit en gewoon een chill outfit. En dat ga jij ook voor mij doen. Ja. Dus voor mij wordt het best wel moeilijk. Ja, omdat... maar dat lukt wel denk ik hoor. Ja, want broeken, dat ga ik nooit passen. Nee, maar dan kan ik wel een beetje kijken misschien met stretch of zo. Ja, okay. Met een eromheen, dat moet toch goed komen. Ja? Heb je vrouw in? Ja. Oké, okay, wil jij eerst? Ik wil dat jij eerst moet gaan. Moet ik eerst gaan? Ja. Oké, okay, maar welke outfit dan? Doe maar gewoon de normale beginnen. De normale. Ja, gaat dat lukken? Mm-hmm. Oké. Okay. Dus dit is gewoon casual, hè? Dit is gewoon normaal. Wat je naar school, grapje, naar school, snap je? Ik ga al zeg jij niet meer naar school, maar maakt niet uit. Oké, okay, ik ga nu mijn kledingkamer in. Ja, en het ding is, Sana is natuurlijk een stukje kleiner dan ik. Dus dat wordt wel even een kleine issue. Maar ik ga je wel echt outfits geven die ik zou dragen, hè? Ja? Dus echt Marije-outfits. Ja? Ja, tuurlijk, het is jouw kast! Ik zit te denken aan een mooie jeans. Ja, die gaat ze sowieso niet passen, maar dan moet ze maar een riempje om doen. Dit is wel een lekker kekbroekie. Kijk, met een cool printje. What do we think? Vintage. Ik vind het helemaal mooi. Oké, en dan doen we daar een bucket hat bij, want ik draag altijd bucket hats. Deze. Very nice. En dan nog schoenen. Niet dat ze mijn schoenen passen, maar dat maakt niet uit. Kijk, dit is niet... Kan dit? Kan wel. Ja, oké, okay, we doen dit gewoon. Die erbij. Mijn favoriete schoenen, by the way. Oh nee, dat zijn deze. Die heb ik aan. En dan nog een tasje, denk ik. Is wel leuk. Doen we ook beige. Deze. Ik heb hem! Snel, hè? Zijn de auto nu al. Heb je ook schoenen? Ja. Oh my god. Oké, okay, niet kijken. Je moet echt je ogen dicht doen, want ik kom nu aan. Ik ga kettingen pakken, want ik draag altijd kettingen. Kijk, dat moet er wel bij. Nou, dit is mijn sieradenla. En het is een hele grote rotzooi, dus dat moet je eventjes negeren. Nou, dan gaan we voor een dikke chain. Deze. Ja, hartstikke leuk. Oké. Okay. Nu ga ik. Oh, dan moet jij. Oh, maar ik vind het wel heel spannend. Hoezo? Ik ga nu in jouw kast, hè. Ik moet nu iets aan jou uitzoeken. Oké. Okay. Jongens, ik ga nu eens een outfit voor Marije uitkiezen. De normale outfit. En ik vind het nu al moeilijk. Wat ik nu al zie is wel echt wel heel leuk. Hier heeft ze gewoon haar truien. En kijk die schoenen hier achter. Ik moet hier ook een keuze uit gaan maken. Hoe de fuck ga ik dat ooit doen? Ze heeft wel echt hele vette schoenen als ik het even zeggen mag. Ik vind deze trouwens wel echt heel leuk. Kijk, hier zijn de broeken. Ik doe deze denk ik. Deze schoenen, ik vind deze echt tof en vet. Want dit shirtje, die is ook nice. Dat is misschien wel leuk. Die blauwe spijkerbroek. En dan dat colbertje. Maar ik weet niet of ik dat colbertje helemaal leuk vind erbij. Misschien kan ik beter een ander shirtje doen. Een zwart colbertje is misschien dan weer ook weer raar. Eigenlijk moet ik een wit shirtje en een zwart colbertje. Een leuk wit. Oh, kijk, kijk, kijk. Dit is eigenlijk wel wat ik zocht. Oké, okay, kom maar. Ogen dicht, hè? Ja, kijk niet. Oké. Okay. Wil jij het eerst laten zien? Moet ik het eerst laten zien? Ja, doe maar. Oké. Okay. Nou, ogen dicht. Oké. Okay. Oké, okay, kijk maar. Oh mijn god. Oké, okay, dus ik heb een beetje een soort van... Beige. Casual. Ja. Maar dan een beetje met beige-achtige tinten. Oké. Okay. Dus ik heb een beige tas. Dan heb ik mijn beige sneakertjes. Ja, wauw, gek. Die pas je niet, maar dan doe je even af. Alsof ik ze was. En dan hebben we deze vintage trui. Ja. En een bucket hat, want ik haal een bucket hat. Oké, okay. Ik heb dat echt staan. Nee, ik draag hem nooit. Nee, daar ben ik ook benieuwd. Mee. Ja. En ik heb deze baggy jeans. En dan moet je hem bovenin maar eventjes met een touwtje soort van slag maken aan de achterkant. Ja. Oké. Okay. En een ketting. Oké. En een ketting. Oké. Okay. Hele staafboek zie je niet wat er allemaal ligt. Oké, laat zien. Oké. Nou, sowieso, dit heb ik even op het laatste bij elkaar gehaald. Gepakt. Ja. Oké,
Oké, ja. Dan heb ik deze schoenen, maar deze schoenen zijn al met veel kleurtjes. Dus dan moet je niet... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel. Dus ik had dit jasje. Uh-huh. Oh, een blazer gewoon, ja. Ja. Mm-hmm. Oh mijn god, staat er adidas op! Ja. Kijk, er zitten ook hier zo die strepen en zo. Oh mijn god, ik dacht gewoon het is gewoon een zwart koubertje. Nee, kijk. Wat leuk. Ja. Oké, maar misschien vloekt dat dan wel een beetje, want ik heb een nightshirt. Ja, dat gaat een beetje vloeken. Ik had het helemaal niet door. Maar ik, ja, maar dat maakt niet uit, boeien. Oké, en ik had even gewoon deze broek. Deze broek, oké, nice. Ah, dit is heel leuk. Oh mijn god. Ik vind het echt heel leuk. Maar nu zit hij, hij zit er zo in. Zo dat goed. Ja, bij jou is die ook leuk. Maar dit is voor mij dus best wel basics. Ja, dat snap ik ook. Omdat ik normaal zeg maar hele heftige, gekleurde, felle, gekke dingen doe. Maar ook bij elkaar. Gewoon. Ja, want ik zou hier dus juist wel weer allemaal gekleurde dingen doen. Dan zou ja, want ik zocht dus. Dan zou ik zocht de kleur inderdaad uit dit, maar ik kon het niet echt vinden. En ja, ik dacht er alles zo lang bezig. Ja, ik vind dit helemaal fantastisch. Oh, maar die broek valt zeg maar bij jou echt perfect. Echt goed wel, hè? Dit is hoe ik hem wil hebben, zeg maar. Ja. Zo oversized. Dit is echt helemaal top. En met die sneakers eronder. En dan die trui. Ja, ik vind dit helemaal leuk. Ja, ik vind het ook te gek. Ik vind het wel een lookje, hoor. Ik vind het ook eigenlijk wel leuk. Maar zo'n ding bijvoorbeeld heb ik helemaal niet. Ja, maar staat je wel goed. Het is wel leuk. Ja, staat je wel goed. Je doet het helemaal niet zo. Tijd voor de chill outfit. En ik heb al iets in gedachten waarvan ik wel denk dat ze het past. Het is heel grappig dat ze het pakte. Want deze is dus van een speciale ontwerpster. Een Nederlandse ontwerpster. Voor Adidas gemaakt. Danielle Katari. En daar heb ik dus ook broeken van. En dat zijn een soort van joggingsbroeken. Maar dan netjes of zo. En het is dus een hele soort van coole Adidas broek. Hij gaat wel veel te groot zijn denk ik aan de onderkant. Want hij is heel lang. Deze doen we dan. Gewoon een leuk basic topje. Maar daar moeten dan natuurlijk wel Adidas schoenen bij. Want we gaan natuurlijk niet Nike met Adidas mixen. Dus dan pakken we deze. Dit zijn Adidasjes. En ik heb dus ook van diezelfde collectie een jasje. Kijk. Tada. Dan is dit het. Want zeg maar, dat jasje heeft ook weer die patches met die Adidas strepen. Dus helemaal matchy matchy. En dat blauw komt ook weer terug in de schoen. Je was echt snel! I know. Maar ik wist al wat ik ongeveer wilde pakken. Oh. En ik heb zomaar jogging, zeg maar chill pak, maar dan wel een soort van nog casual. Dus je kan het wel een soort van nog naar buiten dragen. Ja? Nou, succes. Oké, ik ga maar kijken. Doei! Jongens, nog één keer trouwens even de outfit van net. Dat doe ik. Maar we moeten voor Marije chill outfit hebben. Nou, een vraagje me wat hoor. Oh, ik vind dit wel lijp. Deze joggingbroek. Ik heb dus nu deze broek. Met deze trui. En daar zit zeg maar ook soort in. Maar geen grijs. Bit oké. En dan even kijken. Want hier zit natuurlijk best wel veel kleur in. Dus ik kies of een kleurtje wat ook in haar schoenen zit. Dat zou bijvoorbeeld. Kijk of dit hetzelfde is. Nee, dat is niet hetzelfde. Ik vind deze trui wel echt wat zwart. Die past er wel bij. Nee, ik vind hem ook wel heel hard. Ja, of niet. Dan wordt het misschien weer te veel, hoor je wel. Ook in deze wel heel hard. Ik moet echt niet de hele tijd hard zeggen, maar Supreme, Supreme. Even kijken. Deze kan. Deze kan ook. Dit is de outfit dan. Uiteindelijk geworden. Ja! Ik kijk niet. Ja? Ik ben heel benieuwd wat je hebt gepakt. 3, 2, 1. Ik zit even te kijken wat het allemaal is. Er is heel veel gepakt. Ik ben er wel benieuwd dus een goedje bij jou staat. Oké, hoedje. Nou, dan hebben we een tasje. Tasje. En met deze trui. Ja, dat is wel een chill trui. Ja. Tadaa. Deze met trouwens wel in de schoenen, kijk. Ja! Maar dat moet je maar net weten. Precies. En deze broek heb ik dan. En die vond ik dan wel leuk met dat tasje. Ja. En gewoon deze schoenen. Lekker aan deze schoenen. Oké. Fucking hard. Okay. Ik heb misschien meer chill. Ja, jij hebt meer chill. Maar ik heb soort van, als je de spijkerjas weglaat, is het chill. Chill. Want zeg maar, dit is dus zeg maar die jas die je net pakte. Dat is van een soort van speciale collectie van Adidas. En daar is deze broek ook van en die jas ook van. Want die heeft ook allemaal van die vlakken. Dan daarbij gewoon een basic
shirtje. Dit crop topje. Ja. En dan kan je dus, als je denkt, ik ga toch even de deur uit. Dan kan je dus het spijkerjasje erop doen. Dat vind ik wel slim. En die matcht dan weer, want die heeft ook weer die print en die knoopjes. En dan nog gewoon Adidas schoenen erbij. Ja. Dit vind ik wel leuk. Ja, toch? Ja. Oké, gaan we omkleden. Oké, 3, 2, 1. Nou. Maar jou vind ik hem ook leuk, hoor. Ik vind hem ook wel cool. Omdat die zwarte vlekken in mijn broek, want de ene pijp is wit en de andere is zwart. Die komt er gewoon weer terug in de trui. Want heeft ook weer die... Je hebt er wel over nagedacht. En wat vind je van de bucket hat? Ja, goed. Leuk. Dit is van Jessica Merch. Echt? Echt? Dat jasje en dat shirtje. Ja. Dan weer dat jasje is helemaal niet zo groot. Nee. Nou, hij valt ook wel oversized. Ja. Ja, oké. I like it. En dan die broek is gewoon... Big, 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 ja. Maar ik vind het wel cool staan. Deze Joyce boek draagt mijn vriend altijd. Ja, dat snap ik wel. Maar je hebt er echt over nagedacht, want dit is dan weer zo'n zwart vlak. En dan komt hier weer zwart vlak en hier. En dan dat tasje zit dan weer op de plek waar geen zwart vlak zit. Dus het komt helemaal zo terug. Kijk, 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 kijk. Maar nu gaan we dus van ultra... Ja, what the fuck. We moeten nu... Ja. Mooi, hè? Mooi. Dat draag je niet veel geleden, jurkjes. Nee, nooit. Als ik zeg maar mooi draag, dan is het eerder een pak. Dus zeg maar met een mooie broek. Echt, draag je nooit jurkjes? Ik heb denk ik 2 keer naar een première een jurk aangehad. Een lange jurk, dus echt zo'n gala jurk. En 1 keer naar het televisiert gehaald, had ik een gala jurk aan. En verder doe ik toch vaak een pak aan of zo. Maar ik heb wel wat hangen. Oké. Oké, tijd voor de mooie, luxe, nette outfit. Ik zit even te denken, want ik heb dus niet zo heel erg veel van dat soort dingetjes in mijn kast liggen. Hier helemaal in het hoekje achterin heb ik 2 jurkjes dingetjes hangen. Zal ik gewoon die roze pakken? Of is die dan veel te groot voor haar? Oh shit. Want dit is natuurlijk wel echt ultimate soort van uitgaan, mooi pakje. Maar die gaat sowieso veel te groot zijn voor haar. Dit is mijn pak. Die is altijd wel mooi. Dit is mijn glitterpakje. Die heb ik ook nog. Oké, ik heb gekozen voor dit pak. Dus dat is dat zwarte pak met dat mooie printje. Maar nu moeten we natuurlijk bedenken wat we daar dan bij gaan doen. Ja, ik zou daar dus persoonlijk niet echt hakken onder doen. Of wel. Maar dan moet ik even kijken waar die ook alweer liggen. Ik ga ze even zoeken. Oké, we gaan voor deze hakken. Dit is een soort van suède en dat past dan weer heel erg mooi bij dat pak. En dan wil ik er eigenlijk nog een riempje omheen. Dus dan doen we... Zullen we goud doen? Ja, we doen goud. Oh, ik ga stuk, er zit nog een kaartje aan. Oké, deze tas erbij. Oké, dit was trouwens de chill outfit nog, voor 1 keer. Ja, de broek is wel echt tanden te groot, maar oké. Ik zie hier een jurkje. Ja, dit is zo'n jurkje. Oeh, ik vind dit pak wel heel nice. Heel nice. En dat is een heel soort pak dat ik heb uitgekozen. Dus misschien dat ik nog een wit colbertje of zo eromheen kan doen. Dat je hem zeg maar zo hebt. Ik weet niet of dat leuk is. En dan doen we gewoon zo'n tas erbij. Totaal geen nette tas. Maar ja, hallo. Geef mij aan je dan netjes kleding. No. Jawel hoor. Een beetje. Wat zijn dit? Laarsjes. Kijk, hier is er dan de Dr. Martens. Ik denk dat dat er wel prima onder kan. Wauw, ze heeft echt alle schoenen die ik wil. Daar word ik echt heel jaloers van. Bent oké. Ik heb dan dit tasje dus. Dat kobertje. Pak en dan Dr. Martens. Ik denk dat dit hem wel zo wordt. Oh god, wat heb je gepakt? Ja, het is eigenlijk ik heb wel dit pak. Oké, ja. Die vond ik wel echt heel leuk. Oh, deze heb ik dus nog nooit aangehad. Dus het wordt echt ziek? Ja, hier de kaart zit er nog aan. Oh my god. Ik heb dit net voor coronatijd zeg maar gekocht. En toen had ik natuurlijk geen moment meer om aan te trekken. Oké, okay, nice. Ik ben best wel benieuwd. Ja, ik ook. Okay. Dan heb ik gewoon dit jasje. Dan deze tas. Nice. En dan... Deze schoenen. Ja, want ik heb dus mijn hakken voor jou, maar ik heb maar 1 paar hakken. Oh ja, oké. Okay. Oh mijn god, wat heb ik hakken aan? Ik heb voor jou helemaal zwart. Oh ja. Deze hakken zijn hoog. En daarbij heb ik een pak wat ik zelf heel vaak heb gedragen en heel mooi vind. Dat is soort van ook een boel pak. Kijk, hij heeft een heel mooi soort van bloemenprintje erin. Heel cool. Ja. Dus die. En dan daaromheen dit riempje. Leuk. Nog een kaartje aan. Maar dit riempje. En dan deze tas. Oké. Okay. Oh my god, dit is echt leuk. Oké. Okay. Ja? Ja. Oh, wow. Oh my god. Ik ga stuk. Dat vind ik echt heel leuk. Ik ga stuk. Heel nice. Maar dan moet je
zo, hè? Okay. Nou, we kunnen helemaal uit met de meiden. Echt goed! Met een mooi bloot mouwtje. Hij is echt goed, hè? Maar jij ziet er ook mooi uit. Ja, hij staat best wel goed eigenlijk. Ja. Hij moet alleen even twee, drie maatjes kleiner, maar dan had hij wel echt heel mooi gestaan. Maar ik doe even het jasje zo. Het pak is echt, echt de goed. Het jasje op de schouder en dan heb je zo je handtasje. Oh, doe maar. Ja, 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 ja. Ja, jammer dat we niet uit kunnen gaan. Ja. Ze hebben altijd goed dit aangekomen. Ja, dat pak, hoe te gek. Nou, je weet wel dat hij leuk is nu. Ja, dat scheelt. Ik moet wel mijn buik inhouden. Nou, het lijkt net alsof we uitgaan. Alsof we naar het zwart ook. Oké, nou. Ik vond het heel leuk. Ik ook. Ja? Ja, ik heb me echt verrast. Maar ik zou ook wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat je echt niks zou passen. En nee, dat stond allemaal echt heel goed. Echt daarom, heel goed. Ik dacht echt, hoe ga ik dit ooit doen? Maar het was juist heel erg leuk. Dus, nou jongens, ik zie jullie de volgende keer. Bye! Bye.